Weggelopen van thuis, want thuis was ze kwaad, nog niet wetend wat daar nu ging overkomen. Zo kwaad, ze is van emoties dus overlopen. Ik kwam maar zomaar in het centrum tegen, helemaal alleen en doorweek van de regen. Ik vroeg wat er was, ze zei het gaat je niks aan. Datzelfde meisje zie ik nu dus vaak voor het raam. Het ging een tijd niet goed en ze wilde niets weten. Negeerde haar vrienden, wilde niet met ze spreken. En nu is het duidelijk, ze werd onderdrukt. Ja, de love boys en de leven is stuk. Het komt niet meer goed, wat daar nu is aan gedaan. En ze is nooit teruggekeerd, omdat ze zich schaamt. En de ouders, die hebben toen een brief gekregen. Waarin stond, zoek me niet, want zo is het beter. Ze kon er niks aan doen, maar ze viel voor zijn charmes. Thuis ging het niet goed, ze kwam terecht in zijn armen. Ze zit nu bij hem vast, en ze kan geen kant meer op. Ze wil terug naar ze had en voor haar fouten behoeden. Ze heeft nu een kindje van een paar maanden jong. Ik zal je vertellen hoe die shit voor haar begon. Ze kreeg een vriendje van een paar jaar ouder. 2 jaar samen, hij heeft niet van haar gehouden. Ging tegen haar eigen wil gewoon met hem naar bed. Ze kon er niks van zeggen en de toon was gezet. Vaker en meer, tot die ene keer. Ze raakte zwanger en toen wilde hij niet meer. Hij ging bij haar weg, dumpte haar gewoon zo. Vrienden had ze niet, want ze vonden haar een ho. Alleen de ouders gaven haar nog wat hoop. En ze wilde wakker worden, uit die nare droom. Ze wilde een nieuwe start, ze was ermee klaar. Maar één ding zal blijven.